mensen, welkom bij de nieuwe review op de PTK. We staan vandaag in Beauvais. Hier is Kelvin 2 of 3 jaar geleden wel eens geweest. Dit jaar is de hele mooie kermis hier in Beauvais. Ik heb net al even een rondje gelopen. Ja, dat is hetgene wat ontbreekt. Dus ik hoop alles draaiend te kunnen laten zien wat hier staat op de kermis. Als dat niet is, vergeef me voor deze keer, want we hebben zometeen nog een kermis te doen hier in Frankrijk. Maar goed, ga eerst maar lekker genieten hier van de kermis in Beauvais. Let's go, baby! We beginnen een beetje rustig aan met de draaimolen. Kelvin die hier trouwens ook een review opgenomen heeft de vorige keer. Dat kan je zien op dit YouTube-kanaal van deze kermis. We hebben hier een reis door Toverland. De autootjes die gaan rijden, die gaan naar boven, die gaan daarna weer naar beneden. En daar hebben de kinderen natuurlijk groot plezier hier bij reis door Toverland. Ja, zoals je ziet, het is dus rustig op de kermis. Dat valt mij op. En dat ondanks dat het vandaag zaterdag is. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de swing up of swing around van Hus. Dit is zo'n kinderversie. Kijk eens eventjes, ze swingen lekker heen en weer. Ik vind dat een leuke kinderzaak en ik zie ook dat er een kind zit die daar gigantisch veel lol in heeft. En ik moet je zeggen, ik ben niet echt een kindervriend, maar dat vind ik wel de mooie dingen van kermis hoor. Mensen die voor de eerste keer in een attractie gaan, bij wijze van spreken, en die daar gigantisch van genieten. Zoals bijvoorbeeld dus kinderen. We staan hier voor ons wat onbekendere zaken, mooie zaken zoals deze dus bijvoorbeeld. Maar zometeen komen we nog ook andere zaken tegen. Nou ja, dan weet je wel in welke categorie dat is. Het is wel apart om dat te zien hoor en leuk om te zien. Dan gaan we de eerste grootgemaaktzaak tegenkomen. Dat is de Swing Cars. Zo moet ik zeggen, de autoscooter hier. Het is een hele nette autoscooter hoor, deze Swing Cars. En Swing Cars bedoel ik. En dan ga je lekker hotsie-botsie-botsie doen mensen. Videotechnisch is het misschien niet goed om dit te gaan zeggen, maar de topper voor deze kermis is de Oxygen van Pauser, een mondiaal capriolo en welke mensen. Dit is namelijk de heftigste capriolo ter wereld mensen, de Oxygen. Daar staat hij bekend om. Vroeger was hij nog extremer dan dat hij nu is. Maar ik denk dat het nog steeds de extreemste is die er maar reist. Kijk, en hierom is dat mensen op zijn kop door het station meerdere keren. Dit is de tweede keer. Het is de derde keer. En los gaat hij. Ja, en dat maakt deze capriolo extreme, baby. Nieuwe zaken tegenkomen, dat is altijd de kick van een kermis-YouTuber. Zoals ook deze, nou ja, nieuw. Hè? In ieder geval de attractie voor mij nieuw. De Sirocco. Het is een Sobema Super Racer. Nou ja, dat type is voor ons niet onbekend. Denk bijvoorbeeld aan de Swingbob van Modron. Is ook zo'n Super Racer. Sobema, vroeger gevestigd in België. Op dit moment bestaat dat niet meer, is dat failliet gegaan. Maar de zaken reizen nog steeds met veel succes rond. Onder andere deze Sirocco. En dat kan je ook wel zien, want er staan natuurlijk hekken aan de voorkant. Die staan er natuurlijk niet voor niks. Je zou denken, Frankrijk en veiligheid, zou dat de reden wezen? Nee, Frankrijk, superraces en drukte, dat is de reden. Want zeg je Frankrijk, dan zeg je snelheidsmolens. Daar worden ze helemaal wild van hoor. Schitterend en Raymond, die paintings. In de laatste podcast hebben we het ook over uitstraling. Paintings en verlichting. Nou ja, de verlichting, dan zal Raymond hier ietsjes minder mee eens zijn. Maar de paintings zijn niet vet hoor. Luister de vorige podcast even op jouw favoriete podcastplatform. Mooi is die wel hoor mensen. En de shows zijn ook wel tof. Maar de snelheid, ik heb het idee dat ik wel sneller zo bij mijn Super Races gezien heb.
Frankrijk heb je altijd van die gekke prijsjes bij grijpers. Nou, we staan even voor zo'n gek prijsje voor, bij de grijpers. Kijk eens even, je zal het misschien nu nog niet zo heel goed zien, maar ik zal even inzoomen. Is toch wel kinky hoor, voor de vrouwtjes, zal ik maar zeggen. Ik word hier vastgelegd. En voor de homo's, die gaat het poepgaatje in hoor. Op en neer en op en je kan hier ook op de trampoline. Dus, dit was de draaimolen die we als eerste filmden, maar toen keek ik nog niet verder, want daarnaast gewoon weer een draaimolen. Kan alleen maar hier in Frankrijk of, nou ja, België kan het ook. Soms wil je natuurlijk een beetje Franse les hebben, nou dat wil ik ook heel graag, want ik kan heel slecht Frans. Ja, zeg maar gerust, ik kan niet Frans. Wel Frans-Duits, maar dat is dan de muziek van Frans-Duits. Maar dat geheel terzijde, maar ja, je vraagt je soms af, wat betekenen bepaalde woorden? La pivre. Wat zou dat betekenen, vraag je eigenlijk natuurlijk af. Nou, dat betekent gewoon op zijn Hollands poliep. En ja, hoe Hollandser kan je het krijgen als deze poliep, want die is gebouwd in Holland. Bij de firma Bakker namelijk. Dat is niet de warme bakker overigens, terwijl ik hier eventjes beïnvloed word door de bellenblaasmachines die hier aanstaan. Maar het is gewoon bij de firma Bakker die heel veel van dit soort poliepjes gebouwd heeft. Bouwde eerst dit soort poliepjes, ook origineel zijn nog de dakjes erboven. Zo werden ze vroeger afgeleverd. Heel veel poliepjes hebben die dakjes erboven niet meer, maar hier nog wel. Later kwam Bakker natuurlijk met de spiderpoliep, die de opvolger werd van deze poliep. De grote versie was dat ook en de doorontwikkelde technische segmenten zeg maar, van de poliep. Botsy voor de allerkleinste dan hier. Ga ik nou even professionele YouTube proberen te laten zien, want we zoomen uit. Schitterende minicars overigens. En dan moet ik proberen te timen. Het vrouwtje moet nog eventjes de camera aanzetten, want die gaat er met de telefoon ervan af. En dan draai ik door en dan kan je zien dat het net geen professionele YouTube is, want ik kom gewoon net niet uit. Maar goed, we gaan alvast inzoomen. Het kan nog. Ja, daar gaat hij! Oh, wat is dat getimed, mensen. Het is de toboggan als glijbaan. Toboggan betekent voor mij ook glijbaan in het Frans, maar verbeter me als dat niet zo is. Ja, ik heb Kelvin even niet bij, want die staat hier bij de Carrefour. De Bad Trip is geen KMG Freak Out, maar het is een extreme schommel zoals wij die in Nederland kennen. De Royal King en in België de Freestyle van Severijn. Hebben ze er hier in Frankrijk vele malen meer. Op alle kleinere kermissen in Frankrijk zo'n beetje. Met name in het noorden staat er wel eentje. En dus ook hier op de kermis al jarenlang. Wel gaaf van deze attractie is de Moving Heads bovenin. Even het al zien in de chuck. Daar kan je toch vette programma's mee maken als je zou willen. Je kan hem bijvoorbeeld meelaten zwiepen met de gondel. Lijkt mij vet als je dat zou kunnen inprogrammeren. Zodat hij dus ook heen en weer gaat. Maar je kan hem ook een tegengestelde richting heen en weer laten gaan. Dat zijn allemaal even goede tips voor de exploitant hier. Dat geven wij zomaar eventjes mee. Gewoon gratis en voor niets. Hoef je niks voor te betalen hier. En daar komen we de Techno Power tegen van Ouder Matte. Die ook al in Luxemburg gestaan heeft. Staat nu hier. Is een van de eerste Techno Powers die hier voor mij in Frankrijk ging reizen. Als ik het goed heb. Heeft ook nog wel eens in Lille gestaan volgens mij. Goed heb. En laatst zijn we hem tegengekomen in Arras. Ik kan ook een review van zien op dit fantastische YouTube kanaal. De attractie is natuurlijk gebouwd bij Tivoli in Engeland. Hoi, zal ik maar zeggen. Maar dat wisten we natuurlijk al lang, want dit soort types die komen de laatste tijd veel voor in Europa. En daar is Frankrijk wel de voorloper in. De vorige keer toen Kelvin hier een review maakte voor mijn YouTube kanaal, stond hier nog de Magic Dance. Een schitterende Sobema breakdance, maar nu moeten ze doen met deze breakdance, gebouwd in 2013, maar ziet eruit alsof die uit 1950 komt. Het is echt verschrikkelijk.
menig breakdance in Nederland. En met name eentje ziet er nog veel beter uit. En die is vele malen ouder. Hij is van Hersenbroek. Ja, daar heb ik ook wel eens mensen in Hersenbroek. En bouwjaar is dus 2013, zoals ik al zei. Komt vanuit het buitenland, namelijk Engeland heeft hij gereisd. En wat is het? Kenny Corminia. Ja, dat is mensen. Hè? Dat is een bouwer. Dat is een bouwer, mensen. Dat is wat anders dan strandbouwer. Komt uit Hongarije, voor. Hongarije, oh, krijg ik zo even door van de redactie. Interessante informatie dat deze breakdance heette in het verleden. Namelijk tot 2013, tot 2014, de voodoo dancer. Ja, die leek heel erg op de voodoo jumper. Dus wat dachten ze? Een jaar daarna komen met de nieuwe naam Voodoo Revenge. Tot 2022 heeft hij zo gegeten. En dat betekent dus dat hij ook daar niet onder die naam mocht reizen. Want de familie Schaefer kwam er natuurlijk op een gegeven moment achter. Die dacht, hé, maar dat moeten we niet hebben, want hij lijkt zo op onze zaak. En toen hebben ze een rechtszaak aangespannen. En dus is hij naar dit verschrikkelijk lelijke thema overgebracht. Zoals die nu staat. En het is werkelijk waar een verschrikkelijk lelijke zaak. In Frankrijk reizen echt wel mooie zaken voor mensen. Maar er zijn ook heel veel zaken. Het is eigenlijk een beetje de oude stijl van Frankrijk. Want Frankrijk stond vroeger heel erg bekend om de lelijke zaken. Dat lijkt een beetje weg te erpen. Behalve bij de exploitanten die niet echt de A-kermissen pakken. Zoals bijvoorbeeld dus deze. Want oh, dit is verschrikkelijk roest. En ja, allemaal beschadiging en noem het allemaal op. En daarbij is het ook niet echt tempo draaien wat hij doet. De Tagada dan daar, waar misschien zometeen nog wel even een draaisoetje bij komt. Als hij nog gaat draaien vandaag, anders is dit de Tagada. Daarnaast het Funhouse. En we hadden net over de voodoo. Maar deze heet ook voodoo. De gokdorpjes zijn hier wel wat lelijker. En ook heel veel van dit soort lelijke dingen in het zicht. Van die auto's die er echt niet uitzien. Rommel op de grond. Het is een beetje een rommelige kermis, moet ik eerlijk bekennen. Maar goed, dat kunnen we wel eens hebben. Even kijken of er nog wat nieuwe dingen zichtbaar zijn. Nee. Maar wel... De pilletjes, hoor. Ja, hoor. In zwart en wit. Bij de windsurf. Ja, dat kennen we natuurlijk wel. Want ik ben zeeuw natuurlijk. En daar doen ze genoeg windsurfen. Het is een surfplank met een echt scherm erbij. Ik moet even nummer 18 in de gaten houden. Dan gaan we even kort erbij kijken, hoor. Het is een bedoeling. Maar dit is gewoon rommel eigenlijk. Want ik zie die gondels op en neer gaan, dat wilde ik niet weten. Even kijken, nummer 18. Daar komt nummer 18. Kijk eens even, nummer 18. Ja, ik zie de gondels gewoon heen en weer gaan. Maar goed, dat kunnen we wel hebben, mensen. Ik heb al eerder gezegd vandaag. Er komen vandaag mooi nieuw spul tegen, wat minder mooi nieuw spul. Nou, deze hoort bij de tweede categorie. Nou, ik vind deze kermis dolfijn, hoor, mensen. Schitterende zaak. Ja, en hier zo hebben we een mega extreme. Gebouwd natuurlijk bij KMG, een Inversion 12. En deze die staat hier zo elk jaar vast in Bovee. Ja, en in Nederland hebben we er natuurlijk ook eentje gehad. Maar dat was natuurlijk de Rocket. Maar die is helaas al een poosje weg. En als je een klein beetje geluk hebt, dan ga je met de gondels over de kop door het station. Maar dat is nu niet zoals jullie zien. En dankjewel Kelvin voor het even overnemen van de review. Gaan we door met de Dark Show. Hebben we gedaan in Rouen. Echt een hele toffe zaak. Als je hem nooit gedaan hebt, moet je hem eens een keertje doen. En we gaan nou deze richting op naar de volgende zaken. Mini funhouses, die kennen natuurlijk heel veel hier in Frankrijk. Ook hier staat er weer eentje.
Zou dit een van de redenen zijn dat wij hier gestopt zijn op deze kermis? Tuurlijk mensen, tuurlijk zijn we hiervoor gestopt. Dit is de Hus Ranger. Daar zijn er niet veel van. Ik heb laten verteld dat er 3 nog van zijn. Eentje ook nog reizend hier in Frankrijk en dan deze. En dan zat er nog eentje. Oh, in Argelus-sur-Mer. Daar is dat. En dan zit er nog eentje in, waar was dat in? Roemenië mensen, Roemenië, daar zit er dan ook nog eentje die nog operationeel is. Voor de rest zijn deze attracties helemaal veranderd. Maar deze van Petrus, die draait er nog wel hoor, in het noorden van Frankrijk voornamelijk. En dus ook hier op deze kermis. Vorig jaar koos hij voor Amiens, dit jaar voor deze kermis. Dit is mooi hè, maximale hangtime heb je op dit moment. Ja, Jarno, dit mis jij allemaal jongen. Jij zit weer de hele dag op de wc te schijten. Maar je had ook hier kunnen zitten. Hetzelfde geldt voor Remono mensen. Allemaal mensen die vandaag afgezegd hebben om deze topattractie net niet te kunnen zien. Hij doet even een mooie zonsverduistering voor ons, want dat maakt het beeld natuurlijk beter. Ah, dit is een topzaak mensen, de Ranger. En daar gaat hij dan weer mensen. Ja, och, dat is genieten mensen. Het is een lust voor het om te zien. En het aparte aan deze zaak is dat hij dan aan de buitenkant misschien een klein beetje saai uitziet. Maar dat is hij zeker niet mensen. Als je erin gaat, is het echt een hele toffe zaak. Zoals het vrouwke achter de microfoon ook natuurlijk eventjes doet beweren. Topzaak hier. En dat kan je nu zien, want nu pakt hij maximaal. En dan pakt hij best wat G-krachten. Het is een echte topzaak, mensen. De Fransen durven nog echt met authentieke attracties te reizen. Zo, ja, er zijn natuurlijk veel oude huszaken hier nog in Frankrijk. Maar ook dus hier een Hully Gully. Die hier nog op de kermis reist. Vroeger hebben we er ook wel eens een in Nederland gehad. Echt nog niet zo heel lang geleden. Van Boy Boers. Maar hier in Frankrijk kan dit dus nog gewoon. Dit is natuurlijk een familieattractie, hè? Zie je natuurlijk daar aan de peentjes, hè, dat familieattractie is. Gewoon een lekkere tieten. Met tepels vol in beeld, hoor. Wat een familieattractie. Ze durven wel met authentieke attracties te reizen, maar die Fransen laten ook af en toe die authentieke attracties zien zoals authentiek. Veel lakbeschadiging hier en daar, woest, houten vlonders waarbij de verf er helaas af is en je het hout al aangetast ziet worden. Nou, Frankrijk is een heel mooi land met goede onderhouden attracties, ik zeg het vaker, maar ook echt brul. Nou, tegelijkertijd zie je ook de nostalgie, net als dit. Nog wel over de kermis reizen, wat in Nederland al lang niet meer zou kunnen, kan hier wel. Ook mede door de keuring natuurlijk, want hier is de keuring stukken makkelijker als in Nederland. Ik zei eerder dat ze geen keuring hebben hier in Frankrijk. In de podcast met Tommy van Herk, nummer 50, krijgen we te horen dat het wel een klein beetje keuring is. Het is niet heel veel, maar toch wel een beetje. Dus ze zeggen nice and slow, here we go baby. Een mooie kermis, beter als de andere jaren, met de Oxygun erbij, maar ook deze Ranger. Vorig jaar stond die neppe Ranger hier, die ook in Lille stond, dat kleren ding. Oh, ja. Maar nu een keer de echte Ranger. Ja, ja, veel beter toch? Ja. Beter als de laatste keer dat jij hier was? 100%. Ja, alleen is het wel zo dat de vorige keer daar de Magic Dance stond en er staat nou wat anders, wat eigenlijk 10 keer niks is. Maar voor de rest is het wel mooi. Ja, wel leuke kermis, alleen het is echt een avondkermis. Dus overdag heb je hier bijna niks. Qua publiek. Dat heb je net gehoord ook. Ook, ja. Ja, ja. Beste show, dat is best wel moeilijk. Maar wie zou jij de beste show geven, Kelly? Ik heb eigenlijk niet heel goed opgelet. Maar ja, er is er eigenlijk maar eentje, toch? Of niet? Dan zat je op de doelen zeker? Nee, want ik weet het echt niet. Ik heb verschillende goede redelijke shows gehoord. Bij die Techno Power, bij die Inversion vond ik het redelijk. Hier vind ik het ook altijd wel goed, maar ja, was het nou top? Waar zou je dan voor kiezen, zou ik zeggen? Ja,
Deze natuurlijk. Ja. Als je het toch vraagt. Ja, ja, maar goed. Ja, snap ik ook wel. De presentatie doet ook wat, hè, vanuit de kassa. Ja, ja, zeker. Ja, hartstikke leuk. Glimlachje erbij. Lolly in de mond. Als een lolly in de mond? Ja. Ik hoop dat je er vanavond ook nog in hebt. Maar goed, dat geheel tezijde. We gaan voor de Ranger Beste Show. Mensen, topzaak hier in Frankrijk. Als je hem een keer tegenkomt, ja, fijn, zoek hem gewoon eens een keertje op. Hè. Die luie Jarno, die luie Raymond. Had nou gewoon meegegaan, man. Topzaak hier. Dat kom je nergens tegen. Dat heb je allemaal in Duitsland niet. Nou, bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt, wij gaan door naar Amiens. Dus dan komt het ook nog aan. En we zeggen graag tot de volgende video. Die komt er weer snel uit. En dat is ook weer een topkermis. Toedeloe. Ciao.